on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 natuurlijk, Fish hier weer. En vandaag weer een nieuwe Battlefield Hardline natuurlijk. Ik ga spelen op de map Everglades. En als het goed is met de G36C, want daar speel ik standaard dan mee. Ik vind dat echt een hartstikke leuk wapen om daarmee te spelen. Ik ben al behoorlijk doorgespeeld. Ik ben natuurlijk level 51. En 82% onderweg naar level 52. Je ziet het trouwens onderin staan. Ja, we gaan gewoon lekker een potje spelen. Kijken of we een leuke score neerzetten. Ik heb echt een hele leuke score gehad hoor. Gewoon 30-12 of zo. Ik vind dat gewoon goed, weet je. Gewoon echt continu dat soort scores. Maar we gaan even kijken wat we hier kunnen halen. En, yep. We spelen dus met de G36C. En kijken of ik dat kan halen. Ik wou dat wel aangaan. Helaas. Ga ik dat dus niet halen. Dit is trouwens een behoorlijk... ik vind het grafisch een hele mooie map trouwens. Ik vind het enige nadeel is dat hij een beetje groot is. Vind ik zelf dus. En ik moet trouwens even iemand muten. Zie ik al. Even muten. Want dat is heel irritant, die gast. Ja. Deze. Oh. Deze dus. En die gaan we eventjes muten. Zo. Want daar kan ik helemaal gek van worden. Ik speel nooit met snipers hoor. Maar op deze map kan je wel... We hebben een hacker trouwens bij ons. Oké, nice. En ja, dat duel kon ik wel aangaan, want ik wist dat ik al dat hij al veel kogeltjes had geschoten. Even kijken of daar nu iemand vandaan komt. Even healen. Je moet opletten. Ze spawnen zomaar achter je. Dat word je helemaal gek van, jongen, op deze mappen. En hier gaat iemand dood. Heb ik hem niet? Ah, 6% jongens. 6%. Hey, maar ik had het dus een tijdje al niet geüpload. En ja, dat komt eigenlijk omdat ik gewoon een beetje singleplayer had gedaan natuurlijk. Ik heb dat wat gedaan. In principe wil ik gewoon elke dag een Battlefield Hardline iets online zetten. Omdat ik het gewoon heel leuk vind om te doen eigenlijk, zeg maar. En het is ook trouwens best wel een beetje... verslavend. En kut. Ik wou net even tactical gaan achter het bergje. Maar het is echt een... Ik vind het echt een lastige map, weet je. Want er zijn zoveel snipers hierin. Oh. En bijvoorbeeld... Oh. Wegwezen. Oh my god. My god. Jongens, we moeten even healen. Wow. Even kijken. Granaat daar! Oh ja. En we gaan goed. Oké, nice jongens. Jullie doen dat lekker. Oké, ze kunnen daar vandaan komen. We kunnen ook hier omheen gaan lopen. Mijn G36C is dus goud. Ik weet niet of ik dat al verteld had, maar dat krijg je dus bij 1000 kills met een wapen. En ja, daarna. Had ik niet de andere? Hé? Ik dacht dat ik die tweede ook wel zou hebben. Het stond net zo mooi op een rijtje zo. Wel gewoon. Domino Day! Ja, toch? Maar. En bij de 12.50 krijg je dus. Neem je het wapen mee naar, naar je andere klasse. Oh, ze spawnen naast me. Ze spawnen naast me. Ze spawnen echt 3 mensen naast me. Best wel lekker. Hashtag not. Ja, toch? Nou. Kom op. Suspects are panicking. Ja. Even kijken. Bom. En je moet eigenlijk hier... beetje half lopen. Zo van, daar zit er eentje in dat gebouwtje trouwens. Oh, spawnen achter ons. Is hij dood, is de vraag. Jongens, je moet even taggen eigenlijk, jongens. Dat helpt een beetje.
Nou, hier niemand. Oké. Okay. Oh. Wou die gast even gaan reviven. En we zijn trouwens ondertussen zijn we ook iets achter de feiten aan het lopen. What the fuck, man? Jongens, opletten. Niet spawnen daar. Ik wil net zeggen. Ik weet dat ze daar spawnen. Oh my god. Even healen. Oké, wegwezen. Ja, dankjewel voor fast deploy. Dat vind ik hartstikke lief van je, maar... Ik weet niet of ik daar wat aan heb zelf. En... Waar... Come on! Oh, verkeerde knop. Ah! Ik denk nou, ik heb die tweede heb ik ook wel, jongen. Oh, maar ik stond er goed in het hoekje. Hey. Lekker. Oh my god, ja. Aids spawn. En dat is het nadeel. Kijk, je kan zeggen van bijvoorbeeld, je kan spawnen waar, bij bijvoorbeeld Heist of wat andere game modes, Conquest. Kan je zeggen van nou, ik spawn naast iemand, snap je? En dan maak je zelf die keuze. Maar in Team Deathmatch, nee hoor. Je wordt gewoon ergens neergegooid en dan sta je gewoon ineens tussen vier man. Holla die, nou daar gaan we dan, zeg je dan. Maar ja, op zich maakt het ook wel weer op zich maakt het ook wel leuk. Want je killt zoveel mensen dat je denkt van wauw. Maar ja, helemaal om om helemaal alles zeg maar ja zeg maar gewoon denken van hey, ik ga je weg hier, fuck it. En we gaan gewoon flanken. We gaan gewoon flankeren, jongens. Kijk of ze me niet zien. Oh, ah! Ah, kill wel die ene, heel mooi. Vind de G66C echt een leuk wapen? Ja, hier kan ik weinig aan doen. Maar kijk, die zit erachter. Met zijn RO933. Die je standaard krijgt, trouwens. Als eerste wapen. Wat ik ook leuk vind, hoor. Trouwens, om mee te spelen. Maar ja, ik moet nou dit wapen wil ik nou meenemen. En, dat is gewoon wel handig, weet je, als je op die andere klassen dus ook je wapens kan gebruiken. Dus ik spaar ook mijn geld gewoon op. Omdat je allerlei challenges krijgt van, als je bijvoorbeeld, ja, 1000 kills... Hoe ik er 1000 kills heb ermee, of tenminste, heel veel geld hebt dan, ja, ik zie helemaal geen flikken, man. Je krijgt heel veel geld, en dan krijg je ook weer challenges voor, en dan level je nog wat harder, en, dankjewel voor het reviven, jongens, maar, oh my god. Ja, ik zag helemaal niks meer, ik heb mijn granaat gegooid. Heb ik nog een kill mee? Nee, geen kill mee, helaas. Staan er achter. De jongens moeten wel mij echt helpen. Ja, what the fuck? Leuk hè, is dat hè? Het spawnen is wel af en toe echt heel erg. Oh my god. Maar ja, maakt niet uit. Nou, je ziet ook trouwens een balkje onderin staan. Onder police staat er bij mij een balkje. En als dat balkje vol is, dan krijg je dus een perk. En zo kun je elke keer een nieuwe perk verzamelen. Je eerste perk is in ieder geval... Met dit is in ieder geval extended mag. Een extra clip, hè. Dus... Hoppa. En dat is allemaal... Ah, kom op jongens. Ik heb wel iemand gekild, hè? Kut! Bukken! Je moet bukken, Chris! Eerder bukken! Nou ja, ik kan dus 4 perks uiteindelijk halen. Ik heb dat nog nooit gehaald, hoor. Ik heb wel 1 keer 2 perks achter elkaar gehaald. Toen had ik ook zelfs een 14 streak. Die ga ik wel eens een keertje uploaden. Dus, dat is ook wel leuk. Als jullie nou andere game modes willen zien, dat kan natuurlijk. Ik kan op zich ook Conquest doen. Of Heist. Heist vind ik het nadeel dat het wel heel erg snel afgelopen is. Soms hè. Vooral als je politie bent eigenlijk. En je moet dan de tegenstanders. Het is counter skill. Ja. Oh. Even kijken. Ondertussen even opletten dat hij niet...
spawnen achter me. Wat een leuk duel is dit eigenlijk aan het worden. Flik het niet, jongens. Teringleidjes om daar te spawnen. Kan ik jou nog reviven? Ik denk het niet. Ja, je hebt mazzel. Je leeft nog. Oké. Okay. Nou. Even kijken. Zo! Headshot sniper! 7% health. Oh, hij zat daar! Ja, dat zag ik niet. Dat zag ik niet. Deployen, ja. Misschien een seconde of drie sneller dan... Weet je... Vind ik wel prettig. Even kijken. Ik vind het wel grappig, dit hele duel hier. Ik ga gewoon proberen, fuck it. Nee, dat kan niet, Chris. Nou, nog 42 punten ervoor. Even kijken. Je is er 30 punten bijna achter. Dat is wel echt een behoorlijk eentje, hoor. Het lijkt weinig, maar het is behoorlijk veel. Wow, wow, wow. What the fuck? Oh, hallo? Ja, maar... Dat gecamp, jongen, met die snipertjes. Fucking hell. Vraag is hij dood? Nou, hij was voor mij wel dood. Uh-oh. Oh my god! Healen, healen je! Granaatje weg! Om de afleiding. En... Kom op! Ik heb hitmarkers. Hij moet toch wel dood zijn, jongens, bijna. Ja, 59 punten. Assist. Ah, dat maakt op zich niet veel uit. Hup, ja. Oh-oh. Oh 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 oh. Verkeerde keuze. Oké, okay, even reloaden. En even healen. Boom 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 boom. Even kijken of ik iemand kan spotten hier. Ja, daar. Hup. Oh oh. Dus kom op. Ai ai ai. Ik heb een perk erbij. Oké. Okay. Oh my god. Jongens, worden we geflankt niet? Soms moet je even rennen en spotten daar. Hey, hey, ik heb een kill erbij. Oh, dit is wel leuk. Dit is wel leuk duel hier. Nou. Kom op, jongens. Oké, okay. Oh, oh, voor de flank, jongens! Oké. Okay. Oh, jongens. Sorry, ik heb je niet kunnen reviven. Ja, en nu? Jezus. Hé, hey, we zijn een voordeel, jongens. Jongens, kom op! Opletten, 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 opletten! Opletten! Oh, 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 oh. Kom op, survivalen, survivalen. Kom op, jongens. Kom op, kom. Oh, even, even healen. Woe. Oké. Okay. Oké, okay, ik heb dan een ander probleem. Dat is namelijk dat mijn kogels aan het opraken zijn. En ik hoor ondertussen dat het muziekje komt. Oké. Okay. Oh, oh. Ik heb geen granaat meer. Ik heb niks meer, hè? Nee. Ja, moest toch wat proberen. Ik wilde per se nog een killetje maken, ja toch? Wow, wow. We gaan winnen! 25-15. Nou.
En ik ben level 52. Oké, jongens. Nou, vergeet niet een blauw duimpje omhoog te geven natuurlijk. En dan zien we natuurlijk jullie gewoon de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Bye bye. Tot vierde van mijn lobby. Hey, dankjewel.